Welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Ik ben Hans Geurtsen en vandaag zit naast mij Niels Nagwee. Welkom Niels. Dank je Hans. Niels is onlangs naar de conferentie geweest die in ieder geval voor mij te boek staat als de grootste Microsoft Developer Conferentie, Build. Ja. Jij bent daar naartoe geweest vanuit een data en analytics perspectief. Zeker. Nou, ik heb een heel klein beetje gehoord wat je er gezien hebt, maar ik zou het super gaaf vinden als je ons even allemaal vertelt. Wat heb je daar allemaal gehoord? Nou, heel veel, want het is echt inderdaad, wat je zegt, een hele grote conferentie. En met name gefocust op developers. Dus vandaar wel de vraag van, goh, wat doet een data en AI persoon als ik daar dan? Nou, eigenlijk was het goed dat ik erbij was dit jaar, want er was echt enorm veel AI en data sessies. En eigenlijk was het heel moeilijk om mijn programma samen te stellen. Want zelfs parallel zaten er soms 3 sessies over AI en data op een rij. Dus dat is echt kiezen. Wat dus het belang van AI en data onderstreept. Ja, en het wordt echt meegenomen als van developers moeten er ook wat mee. En je ziet het steeds dichter bij elkaar komen. Het stukje data, het stukje development. En ja, het gaat echt dadelijk gewoon één ball of mat worden. En waarin we met elkaar gaan samenwerken met data en AI. AI werd eigenlijk al in de keynote meerdere malen genoemd. Het is de toekomst. En werd telkens in 3 verschillende stukken gehakt. Een stukje pre-built AI, waar echt de Azure Cognitive Services met name naar voren komt. En dat is dus services die je gewoon plug-and-play kan gaan gebruiken en kan gaan inzetten. Die iedereen dus nu op dit moment al zou kunnen gaan gebruiken. Een stukje conversational AI, dan moet je denken aan de bot framework en Lewis, dus de language understanding en de verbeteringen die daarin zitten. Ja. En als derde tak zag je ook de custom AI, waar hier staat Azure Machine Learning, maar eigenlijk nog veel meer dan dat, het stukje zelf bouwen van je AI oplossingen. En dat zijn eigenlijk de 3 topics die overal wel weer terugkwamen in de sessies. Ja. Dus laten we even eerst kijken naar de eerste 2, de pre-built AI en de conversational AI. Mm-hmm. Daar waren heel veel verschillende sessies over. En eentje had een heel mooi overview van wat er allemaal nieuw was in cognitive services. Ja. Hier even een lijstje. En degene die mij echt aanspraken was echt de custom speech, het herkennen van de spreker. En daarnaast ook het kunnen toepassen van custom voice. Dus daarmee zou je dus een chatbot jouw eigen stem kunnen laten gebruiken om antwoorden te geven. Dat was echt een hele, hele gave demo van JFK Files. En J. Edgar Hoover gaf dan antwoord op de vragen die hij aan hem stelde. En zelfs de codenames die je kan laten leren aan het AI-model werden daarin herkend. Dus had jij het over een codename, dan wist de chatbot automatisch waar het dan over ging, zonder dat je het expliciet moest gaan benoemen wat je nou bedoelde. Cool. Dus de hele custom speech, custom voice, custom text en dus ook de key term extraction die je kan customizen voor jouw gebied. Ja. Dat is echt enorme toevoegingen aan wat er op dit moment al beschikbaar was. En dan met gebied bedoel je bijvoorbeeld een regio waar een bepaald dialect gesproken wordt? Of? Dialect, zou dialect kunnen zijn in tekst. Ja. Maar als je het gebied hebt van IT of bij de boer, heb je een hele andere vakjargon. Ja. En die vakjargon kun je dus nu meenemen in jouw modellen om dat te gaan herkennen. En dat is wel heel erg krachtig. Ja. Dat scheelt heel veel werk voor heel veel mensen daar. Als je het trouwens over speech en zo hebt, heeft Microsoft eigenlijk al een slimme luidspreker? Of? Een slimme luidspreker? Dan bedoel je... Een Alexa en Google Home, zijn ze daarmee bezig of niks over gehoord? Er is wel wat samenwerking getoond tussen Cortana en Alexa. Die gingen met elkaar in conversatie aan om agenda management te doen. Yeah. Dus je ziet daar zelfs dat ze de samenwerking op gaan zoeken om eigenlijk die services met elkaar te laten communiceren. En steeds meer dus jouw acties uit handen te geven aan een Cortana in combinatie met Alexa. Ja, okay. Want daar kan dit natuurlijk allemaal bij toegepast worden. Ja. En voor de liefhebbers die een hele uitgebreide demo willen zien waar eigenlijk al deze services in zitten, dan raad ik echt de keynote van dag 1 aan, waar ze in een vergaderruimte zitten, waar automatisch de spreker wordt herkend, er wordt genotuleerd. Cool. Ze herkennen acties, dus een to-do wordt opgebouwd met de persoon die daarbij hoort.
Dus aan het eind van de sessie krijg je automatisch je notulen en actielijst mee. Ja, vet. Noem maar. Ja, ja, moet je wel oppassen waar je zegt van, nou, dat pak ik wel op, want dat wordt gelijk geregistreerd. Ja, ja, okay, dat ja. Kan je niet meer zeggen van, nee, dat was ik niet. Dat zit er gelijk in. Cool. Maar dat is echt hele krachtige services. En het mooie is dat je dat nu eens kan customizen en kan gaan gebruiken. Ja. Ik heb daar nog een klein demootje voorbereid, waarin ik een van de custom services, namelijk de custom vision, zal demoen en de kracht daarvan laten zien hoe snel je een oplossing daarvoor neer kan zetten. Ja. Nou, gaan we even verder, want het is genoeg andere topics. Wat je hier dus ziet, broad services, dat zijn de grote pijlers. Vision, speech, language, knowledge en search. Mm-hmm. En daarbij is dus gekomen dat je dus al die customizations kan gaan toepassen. Dus dan gebruik je het huidige model, dan ga je jouw toevoegingen eraan toevoegen en wordt het dus nog krachtiger voor jouw doelgebied. Snel van start, met wel de mogelijkheid om uit te breiden. Ja. Ja. En vervolgens kan je dat overal deployen. Cloud, on-premise, mobile devices, IoT, edge devices. Hans, ook voor jou. Er waren heel veel drones. Ook op de vloer waar alle teams van Microsoft stonden, waren er ook iets van 8 drones uitgestald. Nou, echt van zulke drones tot zulke drones met camera. Supported met AI software erop, waar gingen ze dus demo's geven. Dus nou, het was echt, het was maar goed dat ik niet al die dingen gekocht heb. Want het was heel erg verleidelijk, hele gave drones. Eentje die mij hier opvalt is dat je ook naar on-premise kan deployen. Ja. Want tot nu toe was het volgens mij alleen in de cloud, hè, de cognitive services. Ja, klopt, ja. Ja. Dus dit is ook iets nieuws erbij is gekomen. Je kan, er zit ook in mijn demo dadelijk, je kan dadelijk trainen in de cloud. Dan gebruik je dus de power van de cloud voor het trainen en het bouwen van je model. Want dan heb je vaak veel rekenkracht nodig. Ja, en heel veel resources die je meestal in je laptop niet hebt. Ja. En vervolgens, als je die dus getraind hebt in de cloud, kan je die downloaden of exporteren en vervolgens in je applicatie gebruiken. Ja, interessant. Ja. Ja. Azure Search, ook een grote announcement. Je zou zeggen van Bing Service SDK was publicly available, dus je kan de power van Bing gebruiken. Mm-hmm. En heel gaaf was dat je daar ook weer de mingling ziet van services. Dus je ziet Search, Azure Search, wat er beschikbaar was. En Cognitive Services, die gaan weer samenwerken. En je kan dus op basis van de Cognitive Services jouw files, teksten, video's indexeren met behulp van AI. En dat maakt de search nog gaver. Dus als je zoekt op tekst van de namen van personen, dat er misschien foto's naar voren komen, noem het maar op. Dat zit dus volledig embedded in Azure Search. Ja, waarbij die namen niet getagd zijn van tevoren. Dat is met AI. Dat is echt met AI wordt dat dan eruit gehaald. Dus je hoeft niet meer zelf te taggen en dat soort zaken. Ja, ja. Oké. Spaar een hoop werk in mijn fotocollectie. Ja, zeker weten. Nou, hier nog even een uitsplitsing daarin van ingest, enrich en explore. En zie je dus dat ze echt allemaal samenwerken om een uniforme oplossing voor search aan te bieden. Ja. En hier zie je nog even een flow hoe dat dan zit. Mm-hmm. De kern was dus eigenlijk wel dat de data scientists en de developers steeds meer samen gaan werken. En dat ze daar ook proberen de tooling op aan te laten sluiten, zodat we het makkelijker krijgen in de praktijk om echt samen te gaan werken. Een paar voorbeelden van is Visual Studio Tools for AI. Mm-hmm. Dat is nu te downloaden en vervolgens heb je daar dus een development omgeving voor jouw AI projecten. Dat maakt het mogelijk om het in Git of Visual Studio Team Systems te gaan incorporeren, maar ook op te nemen je build, je automatic deployment, dat soort zaken kan dus nu allemaal met AI tools voor Visual Studio. Ja. Dus toch echt wel een hele goede verbetering die het mogelijk maakt om echt in één solution te samen te gaan werken. Absoluut, want nu zie je dat die AI-tools nog wel eens in een ander domeintje zitten. Een ander domeintje, misschien niet helemaal in versiebeheer of het zit in de cloud getraind in een Jupyter Notebook of dat soort zaken. Ja. En dit maakt het wel mogelijk om het toch in één oplossing veilig te stellen en ook gelijk automatic deployment, echt DevOps te kunnen gaan doen met AI-tooling. Ja, cool. Andere grote announcements, als het goed is, heeft de meeste het wel gehoord, maar ML.net. Mm-hmm. Open Source Machine Learning Framework voor .NET. Mm-hmm. Dat is nog wel een preview, dat merk ik wel als je mee aan de slag gaat, maar het biedt heel veel mogelijkheden. Zoals net zei, die custom vision, die ik ook in mijn demo heb zitten, die maakt het mogelijk om te gaan exporteren. En vervolgens kan je met ML.net, dus dat model, weer gebruiken in jouw applicatie.
Dus integratie van AI in applicaties wordt daar makkelijker mee. Ja, dus het trainen, gebruiken van de oplossing die de data scientist gebouwd heeft, het model, kan dan vervolgens door de developer geïncorporeerd worden in de applicatie. Ja, nice. En heel gaaf was ook het thema van AI on IoT Edge. Mm-hmm. En dat was dus een drone die on stage anomalies ging detecteren op de, in dat geval op het podium, maar eigenlijk op daken of dat soort zaken. Nou, dus ook hier een model wat getraind is in de cloud, maar wat uiteindelijk draait op een IoT device zijn, in dit geval een drone. Ja, ja. En dus jouw model daar ook weer makkelijk kan deployen. Ja cool. Daarnaast waren er ook heel veel Azure Machine Learning updates in verschillende sessies. Ze hebben learning packages, out-of-the-box oplossingen voor computer vision, forecasting, text analytics. Letterlijk plug-and-play, dan kan je mee aan de slag. Ze hebben hele notebooks waar je doorheen kan lopen om gewoon te leren en ook echt in de praktijk te gebruiken. Mm-hmm. Azure Machine Learning SDK voor Python is beschikbaar gekomen. Databricks integration. Kijk. Ja. Databricks die was trouwens erg goed vertegenwoordigd, verschillende sessies over. En je ziet echt de nauwe samenwerking tussen Azure en Databricks. Azure ML support voor Onyx. Onyx is het open ecosysteem voor interchangeable AI models. En dat maakt het mogelijk om dus ongeacht welk framework je gebruikt, het te kunnen converteren naar Onyx en vervolgens Onyx weer te gebruiken in applicaties. Waaronder ML.net die Onyx compatible is en dat dus kan gaan gebruiken. Dus dan maakt niet meer uit of je TensorFlow gebruikt of Keras en dat soort zaken. Je kan allemaal via Onyx het weer verder gebruiken in je applicatie. En een hele interessante was Azure ML en Project Brainwave. En Project Brainwave is de FPGA-chips die je kunt gebruiken. En daar wordt eigenlijk je model wordt in de chip geladen. En vervolgens wordt daar je model dus op afgevuurd. Waardoor het echt enorme performanceverbetering komt op je uitvoeren van je model. Oké. Ja, zeker waard om een keer naar te gaan kijken. Ik heb nog een demo voorbereid met de Niels of Niet-service. Tijdens de keynote was er ook, is het Scott or Not? Ja. Ik dacht van, nou leuk zo'n demo, maar wat komt er nou eigenlijk bij kijken? Dus ik ben gewoon zelf eens gestart en ik heb geprobeerd de Niels of Niet-service te maken met een aantal images van mezelf. Dus ik wil jullie even de demo laten zien. Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Dan gaan we eens even kijken hoeveel procent Hans nu eigenlijk Niels is of niet. ik heb Custom Vision.ai. Dat is waar je de Custom Vision projecten kan aanmaken en waar je ze dus kan gaan customizen en kan gaan trainen. Mm-hmm. Heb ik verschillende projecten aangemaakt en dit is de Niels of Niet service. Je kan je trouwens gewoon gratis al mee gaan testen. Je hebt geen licentie nodig. Mag je twee projecten gebruiken en dan kan je gewoon zelf even gaan ervaren en gaan kijken. Erg fijn dat Microsoft dat tegenwoordig zo doet. Met machine learning hebben ze dat ook op die manier gedaan en dat is toch wel goed voor de adoptie. Ja, het zorgt echt dat je gewoon kan beginnen zonder dat je allemaal licentievoorwaarden moet gaan doen. Ik heb een model gekozen en dat is de General. En vervolgens heb ik die getraind met minimale set aan images eigenlijk. Ja. Namelijk 13 keer Niels en 10 keer niet Niels. Oké. En vervolgens heb ik daar meerdere runs mee gedaan. En vervolgens krijg je nog wat karakteristieken van hoe goed is het. En zo kan je al je iteraties kan je eigenlijk door. Mm-hmm. En kies je voor een compact domein. Dus een keuze die je moet maken in het begin. Of later nog kan aanpassen. Daar train je hem tegen. Dat is het generieke model wat je gebruikt om vervolgens te customizen. Als je de compact gebruikt, dan krijg je de exportknop erbij. Oké. En dan krijg je dus de mogelijkheid om het naar CoreML, TensorFlow voor Android, Onyx of een Dockerfile voor bijvoorbeeld IoT Edge te kunnen gaan deployen. Ja. Ik heb gekozen voor Onyx. Mm-hmm. En vervolgens heb ik dat Onyx model in mijn demo applicatie toegepast. Dus ik ga niet in detail de code induiken. Kunnen we eventueel een ander keertje nog doen. Dus we gaan nu gewoon even starten. Zo. En wat we hier nu eigenlijk zien is eigenlijk de modellen die ik in mijn applicatie aanbied. Mm-hmm. Eerst even de Niels Netley Detection en daarna de Improved variant, waarom ik hem opnieuw getraind heb om eigenlijk te zien van wat is het als ik deze training images erbij neem. Mm-hmm. Hoeveel procent is die verbeterd? Nou, dan is even Niels Netley Detection. Ik kan hier kiezen van een aantal images. Even kijken hoeveel procent Niels is. Nou, is not Niels.
Dat terwijl je als, er wel bent. Ja. Dat ben ik wel, zeker weten. Dit is namelijk de foto die op de blogsite staat, die een klein beetje aangepast is. Ja. En wat je daar met name ziet is andere kleurgebruik en wat ander contrast. Ja. En hier nog een fotootje met de camera zelf gemaakt. En dan zie je dus dat hij me wel herkent. Mm-hmm. Daarnaast kunnen we ook een live feed doen. Ja. Dan hangt het wel erg af van het licht of hij iets herkent. Nothing is found. Nee. Ja, ja dat, daar komt hij. Het is erg lichtgevoelig en met de camera van de laptop is hij niet heel erg sterk. Ja. En vervolgens kan je dus je model iedere seconde gewoon laten afvuren van alle images die voorbij komen. En ik heb ook nog een improved variant. Waarin ik hem dus meer getraind heb. Om ook dit soort foto's wel te kunnen gaan herkennen. Ja. En ja, dat is dus iets wat continu wel noodzakelijk is om je model bij te houden. Nieuwe situaties, licht, donker, lichtinval, kleurcontrasten. Allemaal zaken die erbij komen kijken. Om je model goed te trainen. En even kijken of die hem pakt. Nee, hij pakt hem niet heel veel goed. Met wat aarzelingen, maar... Ja, ik weet niet, Hans, kunnen we even proberen of jij even, hoeveel even procent... Ik ben niet nieuws, ik zie meer rood. Nou, dit is even dus een korte demo van het model online maken, online trainen, de Onyx file exporteren, applicatie bouwen, daarin en met behulp van ML.net de images tegen het model aanhouden en de resultaten afhangen en die vervolgens weer tonen in de applicatie. Ja. En ik heb nu dus geen call die naar internet moet, het is echt gewoon op mijn laptop, lokaal, zonder internet, dus kan ook op een Edge device, kan je gewoon het model aanspreken met ML.net. Om vervolgens volledig in je applicatie op te nemen. Dus wat hebben we nu gezien? Ik zei het net al kort. Model van Cognitive Services Custom Vision. Dus een minimaal aantal foto's gebruikt om eigenlijk te trainen om Niels of niet te herkennen. Had je bij dat improve model trouwens nog meer foto's gebruikt? Of, Ja, ik heb daar iets meer foto's gebruikt. Nee, trouwens. Mijn improve model waren de aantallen die er net stonden. Dus okay. 13 en die 10. Ja, dat is eigenlijk niks. Nee, ja. Nee. Waar ik wel achter kwam is, als je gezichtsherkenning en personen wil gaan herkennen, een andere aanpak wel interessanter is. Namelijk eerst even zorgen dat je de face recognition API gebruikt, waardoor die het blokje maakt van je gezicht. En dan het gezicht eigenlijk naar het model toe exporteren. Kan je natuurlijk nog veel beter maken. Maar dit is met minimal effort kan je al aan de slag. Dus lopende band, controlled situations, kan je prima dit al gaan gebruiken. Was ook op de beursvloer was er een demo van staal. En gingen ze kijken van hoeveel anomalies zaten er op het staal. Nou, het is gewoon een controlled environment. En die staal ging gewoon lopende band, kwam langs. En het aantal krasjes, de diepte van de kras, werd op basis van het model eigenlijk geëvalueerd. En dat bepaalde de prijs voor het stukje staal wat er aan het uiteinde af kon rollen van de band. Dus waren hele leuke toepassingen al echt... te zien op de beursvloer. Ja, en met een controlled environment bedoel je dan echt heel sterk de licht, hoeveelheid, de afstand tot de camera, dat soort dingen. Ja, de mogelijkheden voor het detecteren van anomalies inderdaad. Hele wisselende omgevingen, ja, dat wordt heel moeilijk om dat goed dat model te trainen. Er is heel veel effort voor nodig. Ik heb het kort nog even op de slide gezet. Dat is met name mogelijk vanwege transfer learning. Dus het generieke model en vervolgens layers erbij te creëren om het te customizen en toe te passen op jouw specifieke vraagstuk. En er was nog in een van de sessies was nog Café Model Zoo genoemd. Nou, Google er even op. Maar dat is een markdown vooral waar echt allerlei soorten pre-trained models zijn. Mm-hmm. Die je kan gebruiken voor transfer learning. Specifiek voor bepaalde medische toepassingen zijn er heel veel te vinden. Maar misschien ook wel voor het werkgebied waar jullie actief in zijn. Om daar al een basismodel te hebben. Ja, oké. Cool. Waar dus al heel veel rekenkracht in het model zit. Precies, en die je zelf... dan weer uit kan breiden. Ja. Cool. Andere hot topics die voorbij kwamen was streaming analytics met verschillende enhancements. C-sharp custom code in plaats van alleen maar de JavaScript code die eerst was. Ja. Is nog wel alleen private preview en alleen on Edge. Dus nog niet in de cloud service, zeg maar. Maar ook daar zie je weer het stukje AI die daar weer in komt. Ook inline anomaly detection die gewoon out of the box aangevinkt kan worden. En dan kan je in streaming analytics dus je anomalies laten detecteren. Dus je ziet het overal terug. Hele grote announcement, Azure Cosmos DB. Ja. De multi-master support.
Oké. Okay. Heeft dus, niks met AI te maken trouwens, de eerste? Niks met AI te maken. Er waren er wel meer. maar ja, de overtoon was toch wel AI en machine learning en deep learning. Een andere die ik ook nog graag wilde delen met jullie is de confidential multi-part machine learning. Mondvol. Ja. Ik heb de URL naar de blogpost ook erbij gezet. Ja. Maar dat zijn concepten, oplossingen waarin ze het mogelijk gaan maken om bijvoorbeeld vanuit zorginstellingen hun data in een secure omgeving te laten landen. Mm-hmm. En daar samen te werken zonder dat de individuele partijen van elkaar de data kunnen zien. Ja, ja. En vervolgens daar het model te creëren en het model weer aan de organisaties terug te kunnen geven. Dus vandaar multi-party confidential machine learning. Ja. Dat is een hele interessante toepassing. Erg interessant, omdat je nu inderdaad veel data nodig hebt om AI toe te passen. Ja, en je als organisatie zelf toch een bepaalde dataset hebt en bij anderen misschien net weer wat andere scenario's zitten. Ja. Dus hele gave ontwikkelingen. Ja. Ja, er was nog veel meer. De sessies staan ook online, dus ik raad ook zeker aan om even op mybuild.microsoft.com te kijken. En daar kan je alle sessies tussen terugkijken. Ze hebben het topic echt voor AI gemaakt, een stukje data, dus ze hebben het echt gecategoriseerd. En, dat is echt een aanrader. Dus zeker de keynote terugkijken, maar ook andere sessies. Okay. En voor de developers hebben ze ook heel veel introducties into AI. Dus ook heel erg interessant om daar even naar te kijken. En specifiek voor AI heb je ook nog de websites. Ja. AI Lab, daarin hebben ze 5 casussen die je gewoon ook op Azure zelf kan deployen en zelf mee kan gaan spelen. Ja. En is echt een aanrader om even naar te kijken. Mm-hmm. Nou, leuk om even gehoord te hebben. Dankjewel voor de update. Graag gedaan. Nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om dit even te zien. En te zien dat ook een developer conferentie steeds interessanter wordt voor data engineers en data scientists en AI specialisten. Als je het een leuke aflevering vond, like hem even. Abonneer je op het kanaal, dat je altijd weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En tot die volgende aflevering.